we weer een vlog. Vandaag zijn we bij de Druitelwand in Utrecht. We hebben hem eindelijk af. En de eerste routes zitten er ook al in, dus we kunnen starten met het echte seizoen. We kunnen gaan druitelen. Dit is het derde jaar dat de wand in gebruik is en je ziet dat hij al echt wel gebruikt is. Sommige dingen hebben we wel eens moeten vervangen, maar het is super om zo'n wand te hebben. We kunnen eindelijk een keertje schoppen. Schoppen in de wand is heel belangrijk, op de wedstrijden gebeurt dat namelijk ook. En dat hadden we tot nu toe in Nederland niet, dus het is echt uniek. We kunnen hier best wel veel mee, het is overhangend, alleen het kan natuurlijk altijd beter. De wand is gemaakt van hout en dat stuk hout, het zijn allemaal panelen en die zijn vervolgens op de wand zelf geschroefd. Die zitten vast met van die hele grote bouten, tot dan helemaal naar boven natuurlijk. En zo hebben we elke keer een stuk paneel dat we ook weer apart kunnen vervangen zoals je dat hieronder ziet. Dit is echt deel 2 van de hele vlog, want we gaan nu een hele nieuwe serie beginnen met hoe we gaan trainen hier. En jullie ook trainingstips geven. Volgende week ga ik je meenemen naar hoe je ijsbeilen moet veilen, hoe je stijgijzers aan moet doen, hoe je zelf fruitboots kan maken, maar natuurlijk ook hoe je zelf op deze wand kan komen trainen. En op andere wanden die er in Nederland zijn. Dus alvast veel kijkplezier en stay tuned!